Zie je met oh joh, what the fuck is dit? Hey joh, what the fuck is dit? No way! Oh my fucking god! Oké, dit is eventjes moeilijker dan verwacht, maar... Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Prison hier op de play.primemc.org server. Mensen, we gaan vandaag lekker verder. Heb jij er zin in? Smash alvast even dat duimpje omhoog aan. Ben je nieuw? Abonneer. Welkom. Wat ik zei, we gaan vandaag verder, maar voor de oplettende kijk, je ziet het al aan de rechterkant in beeld staan. Ja, Next Riot, 5 minuten. Over 5 minuten gaat er een riot plaatsvinden. Ik heb er nog nooit eentje bijgewoond. Ik weet mijn god niet wat er gaat gebeuren. Want ook het enige wat ik weet, of in ieder geval wat ik heb gevraagd, is dat het blijkbaar in de PvP of iets ergens gaat gebeuren. Dus wat ik daar sowieso voor ga doen is even ander gear aantrekken dan mijn legendary gear. Want ik weet niet of iedereen mij dan zeg maar ook kan vermoorden. Want als het namelijk zo is, dan heb ik namelijk best wel een probleem. Dus wat we ondertussen gaan doen, dan is wij gaan eventjes... Oh, we hebben natuurlijk qua kids, aan de andere kant, fuck it, we pakken gewoon ons legendary setje. Laten we gewoon lekker YOLO waterpolo gaan. Een legendary zwaard nemen we ook sowieso dan alvast mee. En we nemen 8 gouden appels mee. Goed, dit is in ieder geval voor zometeen, voor natuurlijk wanneer de riot gaat starten. Is op dit moment nog niet van gang, want zoals je kunt zien, het duurt nu nog 4 minuten. Dus in de tussentijd kunnen we nog even bezig gaan met het maken van mijn shop waar ik hiervoor mee bezig was. En ik kan gewoon een beetje updaten over hoe en wat allemaal. Want jullie zien het hier, ik heb nog steeds alle voting keys. Dit zijn de voting keys die ik natuurlijk destijds heb verkocht voor 1,8 miljard per stuk. En zoals je kunt zien, deze kist staat hier eigenlijk altijd hoor. Ik heb de blokkenkist eigenlijk een tijdje weggedaan, omdat ik natuurlijk daar druk mee bezig was. Maar deze kist is eigenlijk altijd blijven staan. Dus zoals je kunt zien, hier zit ook alweer net iets meer dan 2,5 stack in. Qua voting keys, die hier dus allemaal zijn gekocht voor 1,8. En als het goed is, ik ga naar PH Sokorian. Schrijf ik dat zo? Nee, PH Sokorian. Zo, denk ik. Of niet? Nee. Is hij überhaupt online? Sokorian? PM Sokorian? Ik weet niet. In ieder geval, bij hem kon ik voor mij voor 4 miljard anders wel kwijt. Ik weet even de naam niet meer, maar goed, doet er helemaal niet toe. En sowieso zijn er nog veel en veel meer andere mensen die ook nog steeds voor veel meer kopen. Is dit hem eigenlijk? Nee, maar deze heeft... We kunnen ook wel even PH Korean, hoppatee. Dit is hem. Hij heeft zijn naam veranderd. Oh, vandaar. Ah, Korean God heet hij nu. In ieder geval, zoals je kan zien, hij koopt hier nog steeds voting keys voor 4. En hij zegt, zo is een hartje met Duffy Games. Hij is zo... ja. In ieder geval, hier kunnen wij ze natuurlijk gewoon makkelijk kwijt wat dat betreft voor best wel veel geld. Dus dat is in ieder geval super, super handig. Wij gaan ondertussen natuurlijk terug naar ons plot. Want zoals ik al zei, we zijn natuurlijk ook nog steeds bezig. Ik hier met mijn shop. Dit wordt in ieder geval het shop gebeuren. Ik wou natuurlijk al veel verder hiermee zijn. Alleen, ik kwam erachter dat dit veel meer tijd in beslag ging nemen dan op zich verwacht. En ik ben dus hier nu bezig met de shop. Het gaat natuurlijk als volgt werken. Je kan gewoon hier tussendoor lopen en de boel verkopen. Maar zoals je wellicht hieronder kan zien. Ik ben bezig met best wel iets groots. Dit is best wel een heel erg groot project. Omdat ik zeg van, ik wil gewoon next level shop hebben. Ik wil gewoon dat hier veel mensen hun shit kwijt kunnen. En daarom ben ik het zo groot aan het maken. En ja mensen, dat kost wel even tijd om het natuurlijk ook allemaal te fixen en te maken. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van, joh, uiteindelijk moet het wel waard zijn. Dat we hier natuurlijk kapot veel dingen kunnen opslaan en kopen. Dat betekent ook dat ik hier eigenlijk ergens nog een kleine ruimte moet maken waar ik ook voting keys koop. Alleen, het verschil natuurlijk met voting keys en deze blokken is natuurlijk voting keys. Die stekken gewoon letterlijk lekker op bij elkaar. En zoals je kan zien, sinds mijn vorige video is dit qua voting keys maar gekomen. En ja, dat kan natuurlijk veel en veel meer zijn als ik natuurlijk de prijs duurder had gemaakt. Nou, dat ga ik natuurlijk niet doen, want ik heb zoiets van, er zijn blijkbaar toch mensen die shit aan mij verkopen. Dus waarom zou ik dan de boel duurder gaan maken? Geldt ook voor deze blokken hier die ik hier koop. Ze blijven dezelfde prijs als wat ze eigenlijk altijd al zijn geweest bij mij. Dus voor de mensen die hebben van, Duf, ga je de prijs er ook van aanpassen, want de server dit of dat? Nee. Als je zegt van, ik wil ze ergens anders verkopen, doe je ding. Maar mijn prijs staat gewoon vast, 900 miljoen voor een full inf emerald en 850 miljoen voor een full inf diamond. Dat is in ieder geval de prijs die ik ooit heb gemaakt en die bij mij ook van kracht blijft. Dus mocht je zeggen van, Duf, nou verkoop ik bij iemand anders, feel free to do. Je bent altijd welkom, daarna ook nog steeds in mijn shop kappa. Maar dat gaat in ieder geval wel de prijs worden wat hier bij mij wat het gaat zijn. En zoals je dus kan zien, ik ben hier flink druk mee bezig om hier dus de boel helemaal goed te maken. Dat ik zoiets heb van, dit gaat me gewoon zo. Maar dat ik echt zo ontiegelijk veel geld opleveren, dat is niet normaal. Terwijl ondertussen de rito gaande is over 1 minuut. Dat betekent, nadat we dit allemaal hebben geplaatst, gaan we snel naar een kist toe. Daar houden we onze spullen erin. En we gaan gewoon die kant op, like, fuck it, let's freaking go. Dus we doen dit nu even snel hierin. Wat ik heb gehoord is, ik weet dus niet of het klopt de mensen, maar dat we hiervoor naar de PvP moeten. Dat is het enige wat ik weet. Dus wij gaan nu warp PvP.
In ieder geval, dat is mij gezegd. Maar of het ook echt zo is, ik heb werkelijk maar dus geen idee. Terwijl we wel een helper hebben. Hallo, meneer de helper. Hallo. Wat is dit? Of is dit een NPC? Dit is gewoon een NPC. Oh, dit is een faal. Dit is gewoon een NPC. Oh my god. In ieder geval, je ziet hier allemaal mensen hier. Nogmaals, ik weet dus niet wat hier gaande is. Ik weet alleen dat een Rito hier hoort te zijn of iets. En voor de rest, we zullen het allemaal wel gaan zien. Het is natuurlijk wel zo dat ik niet in Vanish zit, dus het kan moeilijk worden. Ik weet niet of er boven mijn naam YouTubers aan of iets. Geen idee. We gaan in ieder geval zien. Dit is mijn buddy. Deze is heel de dag al bij me. Assault, dude. Maar over 15 seconden gaat het dus beginnen. Ik ben dus erg benieuwd hoe wat allemaal. Hij zegt niet gaan. Wat? Waarom niet erin gaan? Wat? Ik moet met hem mee. Wacht, ik moet met hem mee. Ik weet niet wat hij van plan is. Over 5 seconden is de Rito. Hij luurt me deze kant op. Wat gaan we doen? Waar moet ik naartoe? Ik wil gewoon... Waar gaat hij me heen brengen? Ik wil vechten. Ik wil vechten met die mensen. Wat doe ik hier? Ik heb geen idee wat ik hier doe. Ik ga in ieder geval... Even kijken hoor. Voor mij moeten we... Kijk, daar heb je er al eentje. Daar heb je dus een SWAT guy-kie. Hier moeten we dus naar beneden door. Fuck it. Ik ga het gewoon doen ook. Ik ga gewoon kijken of ik met zo iemand kan... Oh joh! What the fuck is dit? Hey joh! What the fuck is dit? No way! Oh my fucking god! Oké. Dit is eventjes moeilijker dan verwacht, maar... Wat krijgen we hier uiteindelijk van? Dat is ook alweer de vraag. Wat krijgen we uiteindelijk van deze Rito? Krijg je in ieder geval hier wat iron van, zie ik? Oh my fucking god! What the fuck? Oké, we kunnen dus sowieso met deze lui vechten en deze zijn kapot sterk. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Oh my god! What the fuck? Oké, dit ga ik net van het overleven. En ze dit de laatste zijn die hier spannen natuurlijk. Was dit de Rito fight? Like for real? Was dit heel de Rito? Dat deze guards komen? Was dat het? Is het nou niet meer dan dit? Ik kan natuurlijk nu nog wel met andere mensen gaan vechten. I guess hier. Maar goed, dan ga ik 100% dood. Was dit het oprecht? Ik dacht van misschien krijg je nog wel een dikke loot of iets wat dan ook, maar als dit het voor de rest was, wat ik op zich kan begrijpen in de zin van voor mensen die natuurlijk nog niet zo heel erg sterk zijn, wat dan ook, is dat misschien leuk of goed of wat dan ook. Maar als dit het was, en ik kan nu weer naar PH, ja, ik kan weer terug naar mijn plot. Oké, goed. Ik moet zeggen, leuk om het een keer bij te wonen, of bij te hebben geboond, bij te wonen, weet ik hoe ik het moet zeggen. Ga ik het nog een keer doen? I don't know. Tenzij ik misschien iets fout heb gedaan. Dan zou ik zeggen, kijkers, help me ermee in de reacties en laat me achter wat ik dan inmiddels fout heb gedaan. Ik weet het dus niet. Maar als dit het was, dan, interessant om een keer mee te maken. Maar met legendary gear wat ik hiervoor heb, dan is dat in ieder geval erg makkelijk. En daarbij kon ik kijken natuurlijk dat ik geen concurrentie had, dat iemand mij aanviel, gelukkig maar. Moet wel zeggen, zonder gouden appels was het uiteindelijk niet gelukt natuurlijk om het te doen. Maar oké, leuk om het ook een keertje meegemaakt te hebben. Wat we nu gaan doen, we zetten hier nog even al deze hoppers op. Wat misschien wel even lachen is om te gaan doen, nu in deze video, is toch om ook nog eventjes wat voting keys te gaan verkopen. Ik weet dat ik het natuurlijk een lange tijd geleden had allemaal in de video deed. Maar misschien is het wel lachen om dat gewoon nu even in de video te doen en kijken hoeveel geld we uiteindelijk kunnen ophalen met alle voting keys die we nu hebben. Want ik wou natuurlijk uiteindelijk buiten video's doen. Alleen ik heb zoiets van, ik vind het eigenlijk ook wel lachen om het gewoon in video's te doen. Wat ik trouwens wel meteen nog even wil zeggen, mensen, kijk trouwens al die voting keys. Blijf vooral natuurlijk elke dag gewoon hier mijn shit checken of het al af is om te verkopen. Wat ik sowieso ga doen is dat hier al een aantal shops van open zullen zijn. Maar ik ga hier natuurlijk nog gewoon sowieso mee bezig om hier de boel voor elkaar te krijgen. We gaan nu eerst even snel naar Korean God toe om hier nog eventjes wat dingen te gaan verkopen. Is hij hier aanwezig? Hij is hier aanwezig. Kijk, hij is hier. My man is hier. We gaan eens even kijken of wat voninkjes bij hem kwijt kunnen. You can't buy here. We kunnen wel hier de boel verkopen. Kijk, ik heb knikken zo van, yas, en ik zit ook echt zo van, yas, let go. Easy money. Kijk, ook gewoon, ja, ik zie inderdaad je Duffy Games ding er staan, grappie. Moet je zien, mensen, hoe dit gewoon, kunnen we ook gewoon de muis inhouden? Nee, dat kan niet. Moet je zien, mensen, hoe snel dit in ieder geval gaat. En hij is er gewoon blij mee ook, terwijl ik oprecht niet begrijp, hoe dan? Like, voor mij is het natuurlijk gewoon een money thing dit, weet je wel. Maar voor hem is het gewoon echt zo van, yo, please, verkoop je shit hier bij mij. En die man heeft ook gewoon nog steeds geld, echt gewoon money for days. Like, what the fuck. We hebben inmiddels 1,7 tril. Kan ik sneller klikken nog? Nee, dat heeft het dan geen zin. We gaan sowieso nog wel naar die 1,8, 100%. Of 1,8, ik bedoel naar de 2 misschien zelfs wel. Even kijken, als we natuurlijk... 10 is natuurlijk 40... Is 10 40 pil? Ja, 10 is 40 pil.
Oh, we gaan er gewoon veel verder eroverheen. Fucking nice, Lego. We gaan gewoon rustig de boel allemaal doorverkopen. Hij staat echt zo van... hij moet toch een keer broke gaan? Dat zou je bijna denken. Maar goed, hij heeft voor mij zo'n 11 tril, dus wat dat betreft... Of misschien inmiddels wel meer. Die man die gaat never nooit broke. Hij weet alleen wel dat ik gewoon... Ik ben gewoon zijn vote key supplier. En jullie de kijkers of andere mensen in de server zijn weer mijn vote key suppliers. Dus wat dat betreft, het is een mooie manier om het zo door te doen. Aan de andere kant, ja, je kan ook hier je boel kunnen verkopen. Maar goed, dan support je mij natuurlijk niet. En dat is natuurlijk wel heel jammer als je mij niet support, kappa. we zijn bijna klaar, mensen. We gaan sowieso nog... Misschien zelfs... Ja, misschien is het overdreven. Misschien gaan we zelfs naar de 3 triljoen toe. Like, kan dat nog? Ik weet het oprecht niet. We zullen het hier zo meteen wel zien. Maar we gaan rustig door met de boel te verkopen hier. We gaan gewoon rustig door. Sowieso gaan we over die 2,5 heen. Dat is niet normaal. Holy shit. En hij laat ook gewoon rustig doorgaan. Hij laat gewoon rustig doorgaan. Zo van, joh, maakt mij het uit. Zit nu over die 2,5 heen. Damn. And there we go, mensen. We zijn oude voting keys. We hebben ze hier even allemaal verkocht. Bam. En nou, we kunnen in ieder geval weer door. Hoeveel geld heeft hij nog? Hij heeft nog 10 over. Nou ja, goed. Wij hebben in ieder geval lekker onze boeien weer verkocht. Wij kunnen in ieder geval weer doorgaan. We hebben 2,3 inmiddels. Wat we eerlijk kunnen zijn, is gewoon veel geld. Het is nog niet genoeg. Daarom blijf ik ook gewoon doorgaan met het maken en ownen van de shops en wat dan ook allemaal. Maar ja, we gaan hier natuurlijk gewoon wel rustig mee door. Duffy, your recording. Yep. Laten we dan maar een keertje reageren. We hebben daar ook allemaal salty mindmans. Maar dat maakt helemaal niet uit. Oh, in één keer wil iedereen even op YouTube komen. Duffy, wil je 10 tril? Nee hoor, ik heb genoeg geld. Oh, genoeg geld. Nee, ik hoef geen geld van mensen. Dus daarom, weet je, jullie zien het ook mensen. Ik bedoel, ik verdien genoeg geld op deze manier. Dus het geld wat mensen me willen geven, stort ik vaak toch in ieder geval grote bedragen. Ik kreeg vandaag nog totaal 200 bil gedoneerd van iemand. Dat heb ik gewoon weer teruggestort. Want ik heb dat totaal niet nodig. Het is aardig voor de mensen die het doen. Alleen, ik verdien zelf op dit moment echt genoeg geld hier op de prison server. Dus nee, dat is gewoon absoluut niet nodig. Dat hij nu zegt, I got, what? 34 stacks of voting keys to go? What the fuck? Oké, dan. Ik denk dat iemand daar een zeer goede voting key koopprijs heeft of verkoopprijs. Dus vandaar dat hij niet zoveel heeft. Dat is maar goed. We gaan ondertussen rustig door met dit hier te plaatsen. Ga je nog een rij onderzetten of later? Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Op zich, als ik 10 per ding heb, is het wel fucking nice. Het is wel... Hij gaat ze nou weer bij mij verkopen. Really, grap. Oh, wat is hij een troll. Wat is hij een troll. Ik verkoop net mijn votekies bij hem. Verkoopt hij ze weer bij mij. Oh, I'm so rich. I could care less, Duff. What the fuck? Wat is dit? Hij is... Oh, nee, zijn wat, jongen. Hij is echt een troll. Hij heeft zoveel geld, het boeit hem gewoon helemaal niks. Nou ja, dat moet je zo weten, natuurlijk. Dit is hier wel hetgeen waar ik mee bezig ben, mensen. Ik ga zo meteen ook mijn plot weer openzetten, dat iedereen hier weer bij kan. Want ik ga natuurlijk ook offscreen hier nog wel wat mee bezig. Maar dit gaat in ieder geval nog wel eventjes wat tijd innemen. Maar ik ben erg benieuwd natuurlijk wat jullie ervan vinden. Wat mijn vooruitging is, wat dan ook allemaal. Laat het vooral achter in de reacties. Ik zeg, kom ook vooral zelf spelen op de server. Want het is gewoon fucking leuk. Het is een leuke community. Het is allemaal gezellig. Dus het is... ik zeg, probeer het anders gewoon eens een keertje. Weet je? Je kan niet meteen beginnen met een triljoen. Maar begin en probeer het eens een keer. Voor nu mensen, bedankt jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Duffy Meer, mijn tweede kanaal. En mensen, tot de volgende keer.